Goedemorgen. Oh, radio uit. Anders krijg ik straf van YouTube. Goedemorgen allemaal. Een nieuwe dag. Weer aan de slag. Check je later. Zo, er heeft allemaal gekleed. Poel opgeruimd. Dat moet eventjes opnieuw nog in de vaatwasser. Doos is dan klaar voor de kringloop. De rest is het huis helemaal netjes. En was ik eventjes bezig met de deksel van dit terrariumpje. Namelijk, ik zal het even laten zien. Doe ik even omdraaien. Ik had dit gemaakt, alleen nou zit hier een randje tussen. Dit is niet helemaal handig, ik heb het dus zo gedaan. Dit is gewoon van het strip waar je kabels tussen kunt doen, zo'n kabelgootje. Die heb ik in een paar stukken gemaakt. En dan deksel, maar ik moet hier nog wat bovenop hebben. Dus nu heb ik twee fotolijstjes, die ga ik aan elkaar plakken. Die maak ik hier dan aan vast, kijk. En dan maak ik dit even zwart ook met tape. En dan maak ik het hier aan vast en dan sluit hij ook. Ha. Slim, hè? Ja, dus dat ga ik eventjes afmaken. Lang leven tape van de Action. Daar doe ik echt alles mee, geloof ik. Ik ga dat eventjes in elkaar plakken. Dit is het frame geworden. Hier kan ik dan hier opleggen. En dan kan er niks uit ontsnappen. Hartstikke mooi. Nou, maar wacht op de takkies. Nog even geduld, AUB. Kijk, dat is nou mooi. De vader van mijn zoon, die heeft een hele grote tuin. En als het goed is, heeft hij beramen takken. Dus die gaat hij even voor mij knippen en even langs brengen. En dan heb ik bramentak ook voor in die bak. Want dat eten ze ook, hè? Dat hebben ze echt nodig ook. Daar wacht ik nu eventjes op. En ik wacht nog op bericht wanneer de takjes komen. Het is nu 12 uur. Ze zijn net gebracht in dit bakje. Dat bakje dat geef ik later even weer terug. Daarbovenin zit, dit is de PSG 195 en er zit een mannetje op. Oh, dus nou wil het andere mannetje wel ook op datzelfde vrouwtje zien dan. Dat is ook een vrouwtje. Hier ook. En daarachterin daar zit die andere soort tak. Nou, ik ga ze nu eventjes overzetten in deze bakken. Ja, ik ben het hartstikke onscherp. Je moet op een blad, niet op mijn hand. Ja. We moeten die grootte hebben. Dus de mannetje is vrij snel. Die wil altijd de bak uit. Nee. Nou. Moet ik deze even hebben? Ja, niet vallen, want de eterkat heb je mist een poot. Je moet even hierin. Ja. Ja. Heb je goed? Kijk eens. Even goed opletten dat die ander niet ontsnapt. Ja, dat is een mooi takkie. Die zijn een stuk rustiger, hoor. Die andere snel. Ik moet hem even in de gaten houden. Oh, hij zit nu op de grond. Oké. Ja, kom maar. Even wat groter. Ja. Ik wil intussen even opletten dat ze niet uitlopen. Dan kunnen we allebei die bakken openstellen. Ja. Dat is een van die soort. Kijk eens jongens, wat mooi. Jo. Goed dat je niet kan vliegen. Ja, ik zal hier even de deksel op doen. Deze die zijn wel ontsnappers, geloof ik. Daar niet, hè? Niet blijven zitten. Niks ertussen. Oké. Okay. Hier deksel op. Ik had hier drie in zitten van deze. Die zijn echt snel.
vind deze vind ik leuk. Die is echt cute, maar deze, dat komt ook omdat die niet zo snel zijn. Sorry, ik ga je nog even pakken. Oh. Ik ga die voelen. Ga die voelen. Yo, high five. Heb je hem scherp? Moet je even hierop. En focus denk op... Deze blijft tenminste zitten. Kijk, hij is aan het tasten waar die is. Oh, dat is wat van mijn zus. Hoezo? Die is wel bang voor spinnen. Vind ik het ook een beetje griezelig, want ik moet zeker weten dat ze niet bijten. Ik ben altijd bang voor dingen die bijten. En als ze niet bijten, ja, dan is het goed. Maar dat zijn al volwassenen. Kijk, dat is een mooie. Het mannetje dat blijft dus gewoon op de rug zitten. Thank you. Kijk, dat mannetje dat hangt nu aan het vrouwtje de hele tijd op de rug. Want het mannetje dat kiest een vrouwtje uit en daar is hij dus de hele tijd trouw aan. En ik heb er dan nog een mannetje in zitten. En dat is even de vraag of die trouw blijft aan het andere vrouwtje. Ja, ik vind deze takjes vind ik erg leuk. Ik vind sowieso ook van deze ook leuk. Kijk, is een nice. Mooi, hè? Daarom mijn klittenband hier aan de rand. Ik kan ze niet van die deksel er niet afhalen. Nee, zo is het straks ook gegeten. Ja. Ja, het vrouwtje is nu onder het blad vandaan. Die zit nu hier. Het andere vrouwtje gaat naar boven. Met het mannetje nog op de rug. Die bleemt ze dus overal mee naartoe. Nou is het wel heel tof van dat mannetje dat hij zo trouw is. Hier zit het andere mannetje. Ja, de lampen schijnen er een beetje in. Coole beestjes. Dit zijn wel volwassenen en ik weet niet precies hoe oud ze zijn. Ja, dus ik zou het wel leuk vinden als ik nog een paar jongen krijg. En die andere, hier zitten er maar drie in. Ik heb hier aan de tak, kijk. En deze vind ik ook erg leuk. Dat vind ik echt gewoon leuk, gewoon van die takken. Je noemt het altijd maar een beetje simpele takken. Gewoon die er ook echt uitzien als een tak. Ja. Ja, dus daar zou ik er wel meer van willen. Ik heb er nu maar drie. Mooi, hè? Niet of dat te zien is, maar hier zit de baby.
krijgt dat niet scherp. Een beetje te ver weg, maar het is hier. Hij gaat focussen op de lamp daarachter. Dat is een beetje jammer. Ja. Mooi bakje, hè? Ik vind het ook wel interessant, hè? Als er nou eitjes in de grond te leggen zijn, wat ze nou doen. Het zou wel leuk zijn, want dat wil ik doen. Als ze duwde het achterwerp in de grond, dat zou natuurlijk kunnen. Die zit nog steeds met de achterwerk in de grond. Maakt af en toe bewegingen. Ik denk dat ze eitjes aan het leggen is. Voelt zich meteen al thuis hier. Ik ben benieuwd. Hier heeft een klein beetje nog wel ingespreid, want het was een beetje droog. Alleen niet op de wandelende takken zelf. Zou ik wel zin aan dat? Krakot. Kot. Klinkt nog een beetje raar. Krakot. Zo heet het toch? Krakot. De enige echte krakot. Ja. Die ga ik lekker maken met een beetje hagelslag. Dat is zo gek, hè? Wat zin aan wat lekkers. Toen dacht ik, hey, die heb ik ook nog. Die ga ik even lekker maken. Zijn takjes die zijn aan het slapen. De ene is nog steeds eieren aan het leggen. En ik ben eventjes aan het editen. En dan hoop ik dat ik in ieder geval voor vanavond nog een video heb. Want vanmiddag lukt dat niet meer. Ja, dus ik ben in ieder geval weer een beetje opgeknapt. Ik heb nu dit klaar voor de kringloop. Precies dan wat spullen in het rommeltjes. Dit is verder klaar. Dit is verder netjes. Ja, dus ik heb het meeste heb ik nu af. De gang is weer opgeruimd. Jawel, al de rotzooi is weg uit de gang. Oh ja, die doos die moet er nog de trap in. Dat is mijn sok opgeruimd. Een post voor mij? Nee. Dus ik ben blij. Ik heb in ieder geval het meeste werk weer gedaan. Dus dat gaat ook even voor nu. Vaatwasser zo nog even uitpakken en dat erin. Ik ga nu eerst eventjes lekker die krakots eten. Krakots, klinkt wel leuk. Krakots. Nou, nee, dankjewel. Hagelslag. Oh. Slakjes die zijn ook nog lekker aan het eten. Nou, ik ben weer tevreden. Ik vind het echt top. Ik heb in ieder geval alles afgekregen. Dieren zijn weer allemaal schoon. Ja, en ik was gewoon echt een dag even echt niet lekker. Ik had gewoon migraine en ja, dan loopt alles achter. Ik heb dat niet zo heel vaak, maar heel soms dan heb ik dat en dan is het ook meteen even flink heftig. Dus het scheelt gewoon als alles weer een beetje aan de kant is, dan voel je ook weer wat beter. Zo, yummy, yummy, yummy. Glaasje multivit erbij. Okidoki, ik ga maken deze tortelloni verdi. Ik heb even bij elkaar gezocht. Komkommer en sla. Raspte kaas, mozzarella. Ik denk dat ik deze dan misschien niet nodig heb. Ik heb nog mozzarella. Ik heb nog gewone tomaatjes. Nog zongedroogde tomaatjes. Een beetje spinazie. Ik ga hier wat lekkers van maken. En dan moet ik nog even kijken hoe ik een sausje maak. Even kijken of ik daar nog wat voor heb. En dan ga ik even een lekkere pasta maken. Oh, ik heb nog wel... blokjes tomaat, daar kan ik wel een sausje van maken.
In the dark. Yeah, yeah. Ooh. Nou, ziet dat er lekker uit? Of ziet dat er lekker uit? Hij is klaar. Hier kan het vuur uit. Ja, het is klaar. Eet smakelijk. Nou, dat mannetje zit nog steeds op de rug. Het is nu avond. En deze hangt nu hier. Ze is dus vanmiddag de hele tijd heeft ze daar in die aarde gezeten eieren leggen, geloof ik. Die andere die zit daar onderin. Ik weet niet of je het kunt zien. Het babytje zit nog steeds daarboven. Die man die hangt hier nog op de kop. De lampen glimmen er een beetje in. Ja, kijk eens. Ja. Die zie je gewoon niet meer. Oh, die ene zit nog steeds hier in het midden. Kijk, dat is een tak. Dat is een wandelende tak. Mooi, hè? Kijk, ze houden zich ook gewoon als tak. Als jij zo, deze plant ziet, dan weet je niet dat dat een wandelende tak is, die. Dat is bescheiden. Deze zijn wel heel erg lief. Ze zijn gewoon heel rustig ook. Nou, als het goed is, krijg ik er hier nog een paar meer van. Want hier zitten er maar drie in. Voor nu ga ik lekker slapen. Ik sluit dan nu de vlog af. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En natuurlijk ook naar de andere vlogs waar je naar hebt gekeken. Vond je deze leuk? Geef dan even een blauw duimpje. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier beneden op de abonneerknop. Er zit een blauw belletje bij de abonneerknop. Als je daarop klikt, blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. Heel erg bedankt. Ik ga lekker slapen. Morgen gezond weer op. Doeg. Doei.